geweest. Dus ja, ik heb wel wat goed te maken. Maar ik ga u beloven, ik kom terug. En dan ga ik een reisje maken door de Biesbos. Maar ik kom alleen maar terug als u echt dremmelen sneller duurzaam gaat maken. En ik ga u dadelijk aangeven hoe dat zou kunnen en hoe snel. En als u na mijn verhaal zegt, ja, wij gaan daarvoor, dan kom ik terug. En dan mag u zelf bepalen hoe lang het duurt. Of dat 20 jaar duurt, 15, 10, 5 jaar of 1 jaar. Zo'n verhaal wordt het. Gaat u even rustig zitten, zeg ik normaal, maar dat moet u nu niet doen. Want ik ga nogal wat overhoop halen en ik doe dat op energieke wijze. Dus ik hoop of u slaapt vannacht niet, of u slaapt heer. Zo, één van die twee. En misschien als u morgenochtend wakker wordt, denkt u nog aan dit verhaal terug. Ik ga even op reis, want u mag zich gelukkig prijzen. U leeft in een tijd van revolutie. U bent onderdeel van de revolutie. De digitale revolutie. En de laatste keer dat we dat hadden, dames en heren, het staat allemaal achter mij. En af en toe ga ik naar beneden om ook wat te kunnen kijken. Maar de laatste keer dat we dat hadden was in de 19e eeuw. Ik zeg dus, we leven niet in een gewoon tijdperk van een verandering. Want elke vader zegt dat tegen zijn zoon of dochter. Er verandert altijd veel, het gaat altijd snel. Maar dit is echt een nieuw tijdperk. En dat wil ik u uitleggen de komende paar minuten. De laatste keer dat we dat hadden was in de 19e eeuw. Tweede helft van de 19e eeuw, ook in Dremmelen, gingen we dingen op grote schaal maken in fabrieken. En veel arbeiders bij de bank, die dachten, verliezen we onze baan niet? Ja, dat was ook wel zo. Maar er kwamen gelukkig veel meer banen voor in de plaats. En als ik even heel kort loop door een periode van bijna 50 jaar toen gingen we de samenleving moderniseren, bijvoorbeeld zorg, onderwijs, arbeidsvoorziening, en we gingen de economie transformeren. Maar heel veel mensen waren toen bang. Bang om hun baan te verliezen, bang om hun zekerheden te verliezen. Herkent u dat? Nu weer. Toen ontstond, dames en heren, het populisme. De kleine luiden kwamen in opstand tegen de elite. Nu weer. Een aantal mensen had hoop. Er waren mensen die sprongen in de toekomst, die waren niet bang, die kwamen er beter af. Vooral ondernemers. Maar de mensen die bang waren, die kwamen er slechter af. En er was een groeiende kloof tussen arm en rijk, dat zien we nu weer. Maar uiteindelijk gingen we dat aanpakken via wetten en regels en via burgerinitiatieven. Er was een explosie aan burgerinitiatieven van mensen die zich bekommerden om de zwakkeren. Solidariteit ontstond toen. Dus mijn eerste advies, dames en heren, is: wees niet bang. Er wordt u heel veel angst aangepraat. Angst is een slechte raadgever. Kunnen we leren van die periode? De samenleving kantelt. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daar dit mee. U leeft nog voor een deel in de verzuilde samenleving. Denk maar aan de sectoren in de economie. We hebben in Nederland 9 topsectoren. Dat is 19e eeuw, dat is niet meer van deze tijd. De nieuwe economie snijdt dwars door die topsectoren heen. De circulaire economie gaat over logistiek en energie, gaat over voedsel, gaat over alles. Maar nog steeds leven we in die verzuilde samenleving uit de 19e eeuw en die is aan het afbrokkelen. En daar komt nieuw weefsel voor in de plaats. Dus mijn moeder van 80 zit nog in die silo's, maar mijn kinderen van 20 en 24 die leven in netwerken, gemeenschappen. Misschien herkent u het wel. En die hebben niks meer met die hokjes samenleving. En toch, als je boven Nederland vliegt, wat zie je dan? Allemaal hokjes. Geen land ter wereld heeft zoveel hokjes als Nederland. En die hokjes zijn langzamerhand aan het verdwijnen. We gaan op weg naar een vloeibare samenleving. En het leuke is, je krijgt dus een oude ordening en een nieuwe. En u mag zelf kiezen waar u bij hoort. Bij de oude of de nieuwe wereld. Volgens mijn kinderen hoor ik nog grotendeels bij de oude ordening. Maar ik vind van niet. Maar daar hoort dus een samenleving bij. Als je kijkt naar de macht is nog bij de verticale ordening, de silo's. En u ziet dat hier links. Nou, het mooie is, dat is allemaal aan het veranderen. Weet u hoeveel procent van ons lid is van een politieke partij? 2%. 2. Maar we doen nog steeds alsof wij geregeerd worden door de politiek, zeker de afgelopen dagen weer, met het nieuwe kabinet. Groenste kabinetakkoord ooit. Toch zijn er nog wel wat kanttekeningen bij te plaatsen, dat zal ik later doen. Maar vakbonden dateren uit de 19e eeuw. Brancheclubs uit de 19e eeuw.
Ik stond laatst, dames en heren, voor de brancheclub van brancheclubs. Die heb je in Nederland. Echt waar. Weet u hoeveel van die brancheclubs wij hebben? 10.000. En dat zijn al die hokjes. En mijn zoon van 20 zegt, waarom zou ik lid worden van een brancheclub? Die gaat namens mij onderhandelen of namens mij, ik wil dat zelf doen. Dus mijn kinderen leven in coöperatief verband, in bewegingen, in fysieke, in virtuele gemeenschappen. En dat wordt dus de nieuwe norm. En nu komt die, dames en heren. Alle stelsels die wij hebben opgebouwd, kijk naar de arbeidsmarkt, de zorg, onderwijs, die gaan allemaal op de schop. Weet u waarom? Die stelsels gaan uit van het gemiddelde, die gaan uit van het collectief. En het individu, de persoon, wordt de nieuwe norm. Dus dat is een beetje Cruyffiaans. We gaan ook een beetje Cruyffiaans denken vanavond. Niet het gemiddelde wordt de norm, maar de uitzondering. Dus ik kwam laatst op een school, een middelbare school, en daar staat boven de deur. Wij behandelen elke leerling ongelijk. Maar als je elke leerling gelijk behandelt, wat krijg je dan? Ongelijkheid. Eén leraar voor de klas met 1 behalve 30 kinderen is eigenlijk niet meer van deze tijd. Het onderwijs wordt gepersonaliseerd. Is iets anders dan individualistisch. Maar iedereen krijgt een eigen leerroute. De hele zorg wordt gepersonaliseerd. Mijn dochter moest verplicht lid worden van een pensioenfonds. Maar ze is vegetariër en dat pensioenfonds investeert in McDonald's. Dat wil ze helemaal niet. Maar waarom heb ik daar geen zeggenschap over? Voelt u hem? Nou, dit staat allemaal niet in het nieuwe regeerakkoord. Maar de arbeidsmarkt gaat bijvoorbeeld wel op de schop. En we hebben nog maar 2 jaar de arbeidsmarktwet van meneer Asscher. Die gaat nu al helemaal op de schop. Dus ja, u moet zich voorstellen dat de komende jaren wordt het nog veel onrustiger dan het nu is. Omdat we hebben steeds meer ZZP'ers, maar dat vinden wij een probleem. Maar ik weet niet hoe het overgaat, maar ik ben zelf ook deels ZZP'er. 3 dagen in de week. 2 dagen niet, ik ben werkgever en werknemer. Dus ik pas eigenlijk ook niet meer in die hokjes. Steeds meer mensen passen niet meer in die hokjes. Dus leven we in een tijd van chaos. Ik hoop, als ik vanavond wegga, dat het nog chaotischer is dan toen ik binnenkwam. Chaos heeft namelijk 2 kanten. Het oude werkt niet meer, het nieuwe moet zich nog ontwikkelen. Als je dingen wil veranderen, moet je chaos hebben. Chaos vinden de meeste mensen lastig, want het geeft onzekerheid. Maar het is ook dé kans om dingen anders te doen. Maar er zijn 3 reacties, dames en heren, op chaos. Je kan bang worden, slechte raad geven. Je kan er hoop uitputten en in actie komen of je kan in verzet komen. Heel kort, even die 3. Mensen die bang zijn voor de groeiende stroom asielzoekers, is op zich begrijpelijk. Even de cijfers, er zijn nu 65 miljoen mensen op de vlucht. Een kleine fractie daarvan komt naar Europa. Wij verwachten over een jaar of 10, 15, 2 à 3 keer meer mensen op de vlucht. En dat heeft onder andere te maken met klimaatverandering. We hebben de warmste temperatuur op aarde gemeten in Qatar, 54 graden. Wij verwachten over 10, 15 jaar 60 graden daar, maximaal. Ik kan u verzekeren, dat is niet leefbaar meer. Dus die mensen trekken in toenemende mate naar steden of naar gebieden waar het wel leefbaar is. Boodschap, wij moeten ons langdurig gaan instellen op grote stromen vluchtelingen. Daarmee zeg ik niet dat we die allemaal moeten toelaten, integendeel. Maar we moeten wel naar een echte oplossing zoeken in de landen ter plekke. Anders blijven ze komen. Verzet. Er zit heel veel frustratie in de samenleving. De overheid doet vaak niet meer wat wij willen. En dus zelfs huisartsen, dames en heren, die komen in verzet. Ik was vorige week bij mijn huisarts. Ik was een tijd niet geweest. Ik had een kleine klacht. Ik heb een uur met haar gesproken over wat er allemaal mis is in die zorg. Toch zeggen bestuurders, we hebben de best georganiseerde zorg van Europa. Dat is waar, maar ook de meest ingewikkelde, de duurste en de meest bureaucratische. En zorgverzekeraars bepalen in toenemende mate wat huisartsen wel en niet mogen voorschrijven. Dus het onderwijs staakt ook. Ik stond van de week in het theater in Heerlen voor 800 juffrouwen en meesters uit het basisonderwijs. En toen heb ik gezegd, hoe kan het nou zo zijn dat in onze samenleving een accountant, ik hoop niet dat er veel accountants vanavond zijn, maar dat er een accountant 3 keer zoveel verdient, of zelfs meer, dan een juffrouw of een meester. Hoe kan dat eigenlijk? Wij lenen onze kinderen jarenlang uit aan die juffrouws en meesters, in het volste vertrouwen. En sinds de jaren 80
zijn we gaan bezuinigen op de salarissen van verpleegkundigen, docenten, politieagenten. En wij moeten dat weer gaan herwaarderen. Dat zijn de echte helden van onze samenleving. Daarom is het motto van vanavond, wat mij betreft ook, vooruit naar vroeger. Niet terug naar vroeger, naar de touwtjes uit de deur. Dat kan niet, dat heeft geen zin. Dat zijn hooguit digitale touwtjes. Maar vooruit naar vroeger. Terug naar de menselijke maat. Op een hele moderne, innovatieve manier. Is dit geen mooi motto voor de kerk? Deze kerk gaat ook in transitie. Wordt in tweeën gesplitst. Een deel oud en een deel nieuw. Vooruit naar vroeger. Het is een mooi motto voor vanavond. Denkt u daar nog even aan. Ik stond in het Maagdenhuis 2 jaar geleden. Voor die studenten. Die kwamen ook in opstand. Want ja, universiteiten zijn ook rendementsfabrieken geworden. Je moet je diploma halen in korte tijd en dan een strikt eromheen en wegwezen. Een kleine anekdote zal ik vertellen. Ik geef les aan 400 eerstejaars economie. Vorige week gaf ik college na 10 minuten. En ik probeer dat gepassioneerd te doen, dat merkt u. Achterin een student die zegt, meneer de professor, moeten we dit echt allemaal weten voor het eerstkomende tentamen? Ik zeg, nee, niet alles, maar ik vertel er van alles om mij. Oh, zei hij, dank u wel. En hij pakt zijn tas en hij loopt weg. Maar niet alleen hij, tientallen anderen liepen ook weg. Ongeveer de helft. De helft had ik nog over. Ik denk, hè? Dus ik belde mijn zoon, die studeert in Delft. Ik zeg, Tim, wat had jij nou gedaan? En hij zei, nou papa, als ik eerlijk ben, had ik helemaal niet in de collegezaal. Ik zeg, oké, 1-0 van jou. Ik zeg, maar stel dat je daar had gezeten, wat had je dan gedaan? Had ik mijn spullen gepakt, was ik weggelopen. Ik zeg, maar ben je ook zo'n efficiënte, calculerende student? Ja, zeg. Maar dat heb jij ervan gemaakt, in jouw generatie. Dus wij conditioneren mensen zo, dat ze studeren beschouwen als vakjes halen. En middelbare scholen, dat zijn, eigenlijk zijn het ook diplomafabrieken geworden. Je moet er met elkaar concurreren. Waar komt dat beeld eigenlijk vandaan? Waar komt dat beeld vandaan? Er staat een enorme druk op onze kinderen. Laten we daar ontspannen mee omgaan. Scholen zijn geen lesfabrieken, maar zijn gewoon mooie omgevingen waar wij het beste uit onze kinderen willen halen. Ook dat is vooruit naar vroeger. Ik ging naar mijn oude middelbare school, 2 jaar geleden, en ik ging een verhaaltje houden en ik schudde de hand van 15 mensen. Namelijk de directeur en de onderdirecteur en de onderwijscoördinator, de onderwijsplanner, de onderzoekscoördinator, de onderzoeksplanner. En ik zei, waar zijn de leraren? Ja, die staan in de zaaltje hiernaast. Ik zeg, maar dat zijn de helden, toch? Daar kom ik voor. En vroeger hadden wij 1 rector, 2 conrectoren die gaven les en een conciërge. En nu heb je dus een hele kleilaag. Dan gaan we weer vooruit naar vroeger. Terug naar de kern, de menselijke maat. Die komt vaak terug vandaag. Dit vind ik de leukste. Actie. 1 miljoen mensen, dames en heren, probeert vanuit positieve waarden een nieuwe samenleving te creëren. Daar hoort of leest u weinig over. 1 miljoen mensen is bezig met burgerinitiatieven. Bijvoorbeeld om elkaar te verzekeren vanuit, nu komt die, vertrouwen. Vertrouwen. Want er zit heel veel wantrouwen in onze samenleving. Wie vertrouwt er nog een grote zorgverzekering? Nou, u niet, maar ze vertrouwen u ook niet. Dus deze mensen gaan elkaar verzekeren in broodfondsen. 50 ZZP'ers maximaal. Als iemand ziek wordt, lappen de anderen voor degene die ziek wordt. Er zijn 500 lokale energieinitiatieven. En binnenkort ook hier één. Een mooi energieinitiatief. En dit zijn mensen die willen geen schoemelstroom met certificaten, want die wordt in de maling genomen, maar die willen gewoon schone stroom uit de buurt. Vooruit naar vroeger. Er zijn 300 zorgcoöperaties, waarvan 1/3 uit Brabant. Mooi fenomeen. Dit zijn burgers die hun kwetsbare medeburger lang en zelfstandig in de buurt willen halen. Dit is samenredzaamheid. Dit gaat niet over zelfredzaamheid, samenredzaamheid. Samen dingen doen vanuit waarden als vertrouwen, waarden als solidariteit. Dit zijn nieuwe vormen van solidariteit, die ook in de 19e eeuw ontstonden. In de afgelopen 1000 jaar zijn er 3 pieken burgerinitiatieven geweest. De late middeleeuwen heeft ook geleid tot veel kerken, de 19e eeuw en nu weer. Dus er is een explosie, dames en heren, aan burgerinitiatieven, dat ziet u hier. En het gaat overal over. Het gaat over eten en drinken, het gaat over geld, het gaat over zorg, het gaat over bouw, het gaat over alles wat ons lief is. Dit is het nieuwe maatschappelijke middenveld. Als ik politicus was, dan wist ik het wel. Maar de politiek scheert er nog overheen. Het is onder de radar.
van de politiek, zeker de landelijke politiek. Dus, dames en heren, noem ik dit disruptie. Disruptie gaat niet alleen over techniek, maar gaat ook over mensen. Steeds meer mensen worden disruptiever, willen zelf invloed hebben op hun eigen omgeving. Vooruit naar vroeger, een mooie ontwikkeling. Die economie die kantelt ook en nu komt die. Die heeft veel verschillende gedaanten en gezichten. Het is een circulaire economie en een groene en een blauwe. En het is een robot en een maken-economie en een deeleconomie, een digitale. Wauw. Ik zeg tegen mijn zoon, ik wou dat ik 20 was. Ik wou dat ik 30 was. Ik wou dat ik 40 was. En dan gaat hij door, ik wou dat ik 50 was. Maar dit is dus onderdeel van de revolutie, dames en heren. Je kan het niet eens in één of twee woorden beschrijven. En ik haal er een paar aspecten uit. Eén, bijna alles draait nu nog om geld. In de toekomst zal het steeds meer om andere waarden draaien. Wat voeg je als bedrijf toe aan de samenleving? Wat voeg jij toe aan de economie? Als het alleen maar om geld gaat, leg je het af. Over 10 jaar, als jij als bedrijf geen waarde toevoegt aan de samenleving, heb je geen bestaansrecht meer. Dit is de snelst groeiende sector in Europa. McKinsey heeft dat onderzocht vorig jaar. Creëert tienduizenden banen per jaar. En heel veel jongeren willen alleen nog maar bij bedrijven werken die iets doen voor de samenleving. Wij noemen dat met een ouderwetse term maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ik stel voor dat we die prijs na vanavond anders gaan noemen. Want maatschappelijk verantwoord ondernemen is heel erg 1.0, zoals mijn zoon zegt. Daar kun je echt niet meer mee aankomen. Het blijft een schitterende prijs. Maar dat heeft iets een beetje tuttigs. Hè? Maatschappelijk verantwoord, daar zijn we al lang voorbij. Je voegt waarden toe in termen van werkgelegenheid, in termen van, laat ik zeggen, de gezondheid. Ik stond vorige week voor 100 tuinders en die willen de mensen gezond maken. En die tuinders in het Westland hebben gezegd, Rotterdam is de ongezondste stad van Nederland. Die willen wij de gezondste stad van Nederland maken. Dat is de waarde die wij willen toevoegen. Dat is de moderne economie, dames en heren. Maar er is nog wat anders, de digitalisering. En dat is op zich leuk. Want volgens mijn zoon zit ik helemaal nog in die oude economie, dat linkerreizen. Ik bel nog een taxibedrijf en zeg, pa, dat is zo ouderwets. Je moet het met Uber doen en je app. Oh ja, dat vind ik wel, heeft u misschien ook wel die ervaring. De hele dag zit mijn zoon met die mobiel. Kent u dat? De hele dag. Maar dan bel je hem en dan neemt hij niet op. Ik zeg, hoe kan dat nou als je de hele dag... Ja, zegt hij, maar jij denkt dat het een telefoon is. Ik zeg, ja, wat dan? Dat is een verlengstuk van mijn identiteit, zegt hij. Ik zeg, ja. Maar dan app je hem en dan heb je binnen 10 minuten antwoord. Ik laat soms een filmpje zien, maar ik dacht, dat doe ik niet in de kerk. Misschien een risico. Uit 2001. En er wordt aan 15 mensen gevraagd, zouden jullie een mobiele telefoon gebruiken? En die was er toen nog niet. Nee, zei ze, waarom? Die hebben we helemaal niet nodig. Er was een meisje die zei, stel je voor, dan zit je op de fiets... En dan gaat je mobiele telefoon af. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet dagelijks fietsers ontwijken die alleen maar oog hebben voor een mobiele telefoon. En de laatste student zegt, 16 jaar geleden, als mensen me echt nodig hebben, dan sturen ze mij een brief. Echt waar. En nu hebben we dat filmpje hebben we omgevormd tot, zouden jullie een drone willen gebruiken? Een drone. Nee, zeiden ze, waarom? Ik was laatst in Los Angeles, daar werd ik geholpen door een drone. U zult zeggen, ik heb liever een ravisante serveerster of een ravisante serveerder. Maar ja, dit is wel de toekomst. Kijk, en het punt is, u zult zeggen, ja, dit zijn toch de cowboys van de nieuwe economie, Uber en Airbnb. Ja, ze zijn onfatsoenlijk, het zijn op zich geen nette bedrijven, maar ze hebben een ontwrichtend verdienmodel, dat noem ik disruptie. Kijkt u even, Uber is het grootste taxibedrijf ter wereld. Wat heeft Uber niet? Taxis. Logisch toch? Airbnb, grootste vastgoedbedrijf ter wereld. Wat heeft Airbnb niet? Vastgoed. Totdat je het op je eigen bedrijf gaat projecteren of gemeente. Dan wordt het ineens een andere zaak. Kijk, Uber, als die doorschakelt, Uber geeft mij alles wat een normaal taxibedrijf niet doet. Ik kan de klant kiezen, de auto, de route, alles. En normale taxis staan de helft van de tijd stil. Maar nu komt hij. Uber doet in feite dit. Er zit wat vertraging in. Uber verbindt chauffeurs aan passagiers. Ja, ik zie u kijken. Maar ja, so what? Maar sneller kan niet, directer kan niet, eenvoudiger kan niet, goedkoper kan niet.
Dus wat krijg je? Je krijgt binnen 3, 4, 5 jaar krijg je zo'n Uber voor de zorg, voor de bouw, voor de energiewereld. Energiebedrijven nu, die hebben nog veel eigen capaciteit, maar dat wordt steeds meer een last. Dus er zijn nu al van die Uberiaanse energiebedrijven die een boer met een windmolen direct koppelen aan mensen die die groene stroom willen hebben. Dit is een revolutie, dames en heren, die nog veel groter is dan u zich kan indenken. Dus als u nog een bedrijf heeft met veel vastgoed, met veel productiecapaciteit, zou dat wel eens een ballast kunnen worden. Ik schakel met u even door, als u meehelpt. Want er zit een beetje vertraging in, maar dat is natuurlijk logisch in de kerk. Omdat dat, ik winkel met u over een paar jaar. En dan gaat u door zo'n poortje, u kent dat wel, in de supermarkt. Uw mobiel gaat trillen en u krijgt een aanbieding op maat. Wij weten alles van u via Big Data. Nou, mijn moeder zegt, dat nooit. Maar die is 80. Mijn dochter van 24 zegt, kan het vandaag nog. U krijgt een aanbieding, men weet dat u vegetariër bent of een visliefhebber. Tonijn, salade, goede fles wijn erbij, alles. Over 5 jaar, dames en heren, voordat u op het idee komt om boodschappen te doen, staat er al een pakket klaar voor. Men weet al wat u wil gaan kopen. Via Big Data analyse en dan een paar jaar later wordt het ook nog bij u thuis bezorgd. Want op zich is het raar dat een supermarkt uitgaat van de gemiddelde klant. U bent niet de gemiddelde klant. U heeft specifieke wensen. Dat is ook weer onderdeel van die revolutie. En als je dat nog doortrekt naar het meest disruptieve apparaatje wat ik ken, als hij komt, u weet wat dit is, een 3D-printer. Je kunt er van alles mee printen. Je kan er pistolen mee printen, organen. Ik beperk me tot de positieve dingen hier. Ik heb een 4D-printer gebruikt. Die kan zichzelf printen. Dat is revolutionair. Maar nu komt hij. Het gaat er niet zozeer om wat je ermee kan. Ik heb een pizza geprint gekregen. Die heb ik opgegeten. En dan zegt mijn moeder, ja, dat is toch helemaal niet lekker. Nee, dat klopt, zeg ik. Maar het gaat het ook niet om. Het gaat erom dat je dus dingen weer lokaal kunt maken. De nieuwe maken-industrie noemen we dat. Wij kunnen dus ons voedsel lokaal gaan maken met 3D-printen. Maar we kunnen ook onderdelen van schepen maken. Wij printen nu al motoren uit van schepen. Dat betekent dus dat er een nieuwe maakindustrie komt rondom dit soort disruptieve apparaten. Als een 3D-printer, als een lasersnijder. Je kunt er ook gebouwen mee printen. Er zit een hub in Amsterdam-Noord, 020 noemen wij dat in Rotterdam. En die printen met 3D-printers een middeleeuws gebouw. Het is natuurlijk krankzinnig, want het kost veel tijd en geld. Maar alle eerste voorbeelden zijn duur en tijdroof. Maar in Shanghai, dames en heren, printen ze 10 woningen per dag. 10 woningen per dag. En ik stond vorige week voor een bouwbedrijf en dan kijken ze me aan met grote ogen. Ja, wat betekent dat voor ons? Ja, wat zou dat nou betekenen? Voor een bouwbedrijf. Dat betekent dat iedereen die de juiste kennis en grondstoffen heeft, kan gaan bouwen in de toekomst. Die hub, dat zijn dus jonge mensen, dat zijn ontwerpers, architecten en deelbouwers. Die zijn op een hele moderne manier aan het bouwen. En nu komt die. Internet was een doorbraak omdat wij kennis konden gaan delen digitaal. Dit wordt een nog grotere doorbraak, omdat dit niet gaat over kennis delen, maar producten delen en diensten delen. Dit is veel groter nog dan u zich kunt voorstellen. Wij kunnen dus in de nabije toekomst alles maken achter een pc. U wordt daarmee ook een prosument. U gaat dingen maken. U wordt fabricant. Wij zijn al lang niet meer in de toekomst die passieve consument. U zult zeggen, waar zitten ze dan? Er komt een generatie aan. De twintigers en daarachter, de tieners, daar zit het al in het DNA. Dus we gaan niet alles meer outsourcen via India en China ontwikkelingslanden. We gaan dingen weer zelf maken. Dit noem ik ook disruptie. Dus disruptieve mensen gaan met disruptieve innovaties zich nog slimmer en beter organiseren. Ik heb het gehad over die samenleving die kant op, over de economie. En nu probeer ik aan te geven, wat betekent dat nou voor een willekeurig bedrijf? Want hier staan veel ondernemers. Wat betekent dat nou? Nou, elk verdienmodel van elk bedrijf staat onder druk. Omdat je onderdeel bent van die omwenteling, die revolutie. Dus wat je ziet is, de gemiddelde levensduur van een middelgroot tot groot bedrijf daalt razendsnel. Kijkt u even mee.
was ooit 75 jaar, toen 30, nu nog 15 jaar. Dat is bijna niet voor te stellen. En het zijn de familiebedrijven die het nog boven gemiddeld doen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de start-ups, want iedereen heeft het over start-ups. 1 op de 20 redt het maar, meer dan 5 jaar. 1 op de 20. Een groot deel sneuvelt al binnen 5 jaar. Kodak, dat verhaal kent u waarschijnlijk wel. Kodak was 50 jaar marktleider van de analoge fotografie. Dat ziet u hier. En toen kwam de digitale fotografie op en de directie die verzocht aan 3 medewerkers, 3 razend goede ingenieurs, om daar een studie naar te doen. Die hebben daar een jaar de tijd voor genomen, kwamen met een rapport uit, die waren razend enthousiast. En de directie zei, wij zien hier geen brood in. Binnen 10 jaar, Kodak weg. Een Kodak momentje noemen wij dat in de wetenschap. Maar ja, V&D, ik stond ooit voor V&D, dames en heren, als hij doorschakelt. Ja, daar kunnen we dus een streep doorheen zetten. En ik heb dat verhaal in de kern daar gehouden. En toen zeiden ze, maar wij zijn bezig met een nieuwe strategie. Wij hebben namelijk nog een heel goede band met onze klanten. Ik zei, maar hebben jullie al een digitale verkoopstrategie? Nee, nog niet. Maar op basis van de goede band met de klanten dachten ze er toch uit te komen. Einde oefening. Als je de klant kwijtraakt, heb je geen bestaansrecht meer. Wij doen daar heel veel onderzoek naar. We begeleiden ook bedrijven daarmee. Er zijn bedrijven die heel transformatief zijn, dat is maar 5% van de bedrijven. Ik noem een paar voorbeelden, DSM, Unilever, je hebt ook veel MKB-bedrijven die zo zijn. Je hebt 10% bedrijven is proactief, het overgrote deel wacht af, is actief of reactief. Die bedrijven redden het niet, dames en heren. 3 van de 5 bedrijven sneuvelen in een transitie. En het zijn niet de grootste die overleven, het zijn ook niet de slimste, maar de meest wendbare. Alles draait om wendbaarheid. Hoe flexibel ben je? Hoe kun je meebewegen met die verandering? Nou, wanneer ben je wendbaar, dames en heren? Nou, je bent wendbaar als je in vertrouwen werkt, als je multidisciplinair werkt, hè? Als je een lerende organisatie bent, dus als je systematisch vastlegt wat je leert en vooral van je fouten, als je eenvoudig georganiseerd bent met zo weinig mogelijk lagen en overhead, en als je de klant begrijpt. Ik stond 2 jaar geleden voor Daimler Chrysler, ik stond voor 30 sociaalpsychologen. Ik zeg, wat doen jullie nou bij een autobedrijf? Wij zijn alleen maar bezig met de latente voorkeuren van klanten. En dan sta ik voor een bouwbedrijf, ik zeg, hoeveel sociaalpsychologen hebben jullie in dienst? Nul. We hebben alleen maar techneuten en procesmanager. Maar begrijpen jullie de klant echt? Kijk, denkt u ooit als Steve Jobs heeft gevraagd of iemand een iPhone wilde? In de dag dat dat verhaal over dat filmpje. Daar heeft hij nooit iemand naar gevraagd. Iedereen zou zeggen nee. Maar hij wist heel, heel goed wat de potentiële behoefte van die mensen was. En daar gaat het dus om. Nou ja, je moet dus naast wat je doet, want je moet nog lang doorgaan met wat je deed, de primaire productielijn, moet je een tweede lijn opbouwen, een schaduwlijn. Ik help nu bijvoorbeeld tuinders in het Westland om naast de tomaten die ze telen en de paprika's en de sierbloemen, om een tweede lijn op te zetten met niche-producten. Bijvoorbeeld zilte broccoli, zilte zeekool, zilte zeekraal. Zilte producten, omdat we steeds meer verzilting krijgen in Nederland. We zakken nog een meter, er komt nog een halve meter zeespiegel stijging bij. Dus die tweede lijn wordt het verdienmodel voor de toekomst als ondernemer. En als je dat systematisch doet, ik adviseer ook de haven van Rotterdam. Die hebben als tweede lijn nu een lijn met blockchain voor logistiek. Een lijn met 3D-printers die al scheepsonderdelen printen. Dus dat wordt langzamerhand de toekomstige inkomstenbron. En de nieuwe verdienmodellen, dames en heren, die gaan vooral over de circulaire economie. Afval is een grondstof. Het nieuwe kabinet heeft gezegd, we gaan CO2 onder de grond opslaan. Dat is dom! Heb ik vandaag nog voor de televisie gezegd. Dat is dom! CO2 onder de grond opslaan. Dat is de oude economie. Je doet er niks meer mee. Je stopt het weg. De nieuwe economie zegt, we gaan die CO2 afvangen en gebruiken in de industrie, in de chemie. Je kan van CO2 prachtige dingen maken. Je kan hem mengen met zuren en bijvoorbeeld asbest onschadelijk maken. Om maar één voorbeeld te noemen. Je kan er bioplastics van maken. Je kan er fantastische dingen mee doen. Een energiebedrijf in de toekomst verkoopt zo weinig mogelijk energie. Huh? Ja, logisch, want je wil helpen om energie te besparen. En dan ga je dus richten op het faciliteren van de klant in de toekomst met allerlei andere dingen. Een zorgbedrijf wil zo weinig mogelijk zorg verkopen. Huh? Ja, want je wil mensen
onafhankelijk maken. Maar veel mensen die in de zorg werken, die willen verzorgen. Fortium, een bouwbedrijf, verdient niet alleen geld met bouwen in de toekomst, maar met het helpen van de klant in allerlei opzichten. Wij komen nog bij bouwbedrijven, die hebben die silo's, kent u dat? Hebben ze werkmaatschappij voor constructie en installatie en het allemaal techniek. En die klant zit in al die werkmaatschappij. Vanuit de klant zou je het heel anders opbouwen. Nou, ik kijk met u even langs dit perspectief naar Nederland over 19, 20 jaar. Om u wat inspirerende voorbeelden te geven wat er allemaal kan op het gebied van duurzaamheid. Want daar richt ik me nu even op. Windmolenparken op zee, daar ben ik groot voorstander van, moeten we combineren met algen. Wat mij betreft zijn algen het nieuwe olie, hè? Oliesoort, om dingen mee te gaan bouwen. Dat is de nieuwe grondstof voor de industrie. En die gedijen heel goed, blijkt uit onderzoek, in de lulte van windmolens. Nou ja, we zijn aardig bezig in Nederland. We hebben nu 2000 windmolens op land en zee, na 25 jaar. Ik ben al 30 jaar geleden begonnen, eigenlijk 32 jaar. Dat zie je ook, zegt mijn zoon. Maar 25.000 windmolens zijn er nodig. 25. Nou, u kunt allemaal rekenen. 12,5 keer zoveel. Dit worden de nieuwe dijken, volgelegd met zonnepanelen, multifunctioneel. Nou, we hebben nu 1 gigawatt aan zonne-energie. Dat zijn 4,5 miljoen panelen. Dat zijn 1500 voetbalvelden. Hoeveel hebben we er nodig? 50 gigawatt. 75.000 voetbalvelden. En hoe mooi zou het zijn als hier ook een aantal voetbalvelden komen. En ik heb begrepen dat dat ook een van de plannen is, hier in Driemel. En daar moeten we hard aan werken, want naast de windmolens, 1 windmolen trouwens, levert net zoveel energie als 50.000 zonnepanelen. Om maar even de verhoudingen weer te geven. Ja, in plaats van olieterminals zie je dan bioterminals in de havens van Rotterdam, want dat wordt het nieuwe goud. De biobased economy leeft erg in West-Brabant samen met Zeeland. Daar is West-Brabant en Zeeland de koploper in Nederland. Iets te bescheiden, maar het is nog geen 0,5% van de totale economie. Er staat 1 buurtbatterij, die staat in Etten-Leur in Brabant. Die staat er al een aantal jaren, maar we hebben er nog steeds maar 1 na 4 jaar. En die kan dus de lokaal opgewekte stroom opslaan. Er is al een experiment in Lombok, in Utrecht, met een slimme oplaadpaal. Die kan uw elektrische auto leegladen, maar ook opladen, allebei. En die koppel je aan een woning. Dus je hebt een driehoekje van energie, woning, elektrische auto, slimme oplaadpaal. Dus elke straat over 10, 15 jaar heeft zo'n slim driehoekje. En dan krijg je 1 straat is een aantal driehoekjes, 1 wijk is een aantal van die straatdriehoekjes. Zo gaan we het opbouwen van de grond af aan. Totaal andersom als nu. Nu hebben we 1 centrale energiebron en dat gaan we distribueren. En dan krijg je een cascade van energieniveaus. Groene daken, daar zijn we in Rotterdam koploper mee. Op zich is het, dat heeft heel veel voordelen. Betere isolatie, het houdt ook het water langer tegen. Dus de riolen raken wat minder overstroomd. Maar we hebben nu 100.000 vierkante meter groene daken in Rotterdam na 8 jaar. Klinkt heel veel, maar reken eens even uit hoeveel voetbalvelden dat zijn. Zijn er snelle rekenaars onder ons? Ja toch, in deze gemeente zijn er ongeveer 20. Dat is toch niet zoveel hoor. Dit is een biobased huis. Dus dit is een huis wat volledig afbreekbaar is, gemaakt van biomassa materiaal. Prachtig. Staan er ook in Brabant staan er een paar. We hebben er 10 in Nederland na 5 jaar. 10. En elke keer neem ik de cameraploegen mee naar een van die 10 woningen. Dit is het enige, er is er nog 1 bijgekomen, maar dit is het enige circulaire gebouw in Nederland gemaakt door Thomas Rauw, bekend architect. Dit is van Alliander in Duiven. En dit is heel bijzonder, want bijna alles wat er was, het was een oud bestaand gebouw, is hergebruikt. En elk materiaal, elke grondstof is voorzien van een paspoort. Dus als je het ooit wilt demonteren en iets nieuws van wil maken, kan je van elk materiaal zien waar het van is gemaakt, hoe het energetisch is en waar je het voor kan gebruiken. En zelfs de werkkleding van de mensen die hier werkten is gemaakt tot isolatiemateriaal. Dit is de renaissance van een bestaand gebouw. We hebben er nu 2. Iedereen heeft een mond vol van de circulaire economie. Maar heel weinig concrete grote voorbeelden. Dit zijn woningen die worden van het gas afgehaald. 10 jaar geleden begon ik erover en ik werd weggehoord. Mijn moeder zegt, je gaat ons niet in de kou zetten. Ik ben van 61.
Dus toen kwam het gas op. In 10 jaar tijd, dames en heren, hebben we 90% van alle woningen in Nederland voorzien van gas. En we hadden daarvoor een kolenkit, dan kwam je 1 keer in de maand roetzwart naar beneden. En dat was niet meer nodig. Mijn moeder vond dat vooral belangrijk, dat het schoner was. Maar het had natuurlijk milieutechnisch veel voordelen, het was goedkoper. In 10 jaar tijd, we moeten nu in 20 jaar tijd 7 miljoen woningen van het gas afhalen. Gas werd 10 jaar geleden nog als een panacee gezien, de gasrotonde. Nu wordt het als een groot probleem gezien. En gek genoeg helpen die aardbevingen in Groningen daar enorm mee. Hoe tragisch het is voor de mensen daar. Maar het heeft ons laten inzien dat we zo niet verder kunnen gaan. Dit zijn energie-neutrale woningen. We hebben ze overal. Tilburg was een van de eerste die daarmee begonnen. 3 woningcorporaties onder leiding van Tibos en Nees Schepenis. Ik ben er vaak geweest. En die hebben dat met de bewoners samen gedaan. Je doet dat als het ware, er zijn 3 verschillende manieren om het te doen. Ik neem deze mee, een scheelonderwoning. Dat reduceert de vraag naar warmte met 80%. 20% die je overhoudt kun je opvangen met een warmtepomp en zonnepanelen. Technisch is dit een piece of cake. Technisch kan dit ook. Het kost per woning ongeveer nog 60.000, 70.000 euro. Dan kom je 30.000 tekort en dat moeten we een aantal jaren bij subsidiëren. Net als de windmolenpark op zee en dan over 5 jaar is het kosteneffectief. En dan kunnen we het op hele grote schaal doen. De mensen bij wie dat is gebeurd, dames en heren, die voelen zich comfortabeler. Die hebben wat meer geluk. Die voelen zich happier. Er zijn ook mensen die klagen, want er was een man die vertelde mij, dan hoef ik niet meer 's winters mijn dikke wollen trui aan. Dat vond hij dan zo jammer. Ja. Er zijn kleine problemen en grote, denk ik dan. Maar dit is een van de grootste opgaven waar wij voor staan. We hebben er 2000 gedaan de afgelopen 5 jaar. 7 miljoen te gaan. 7 miljoen, dat willen we in 20 jaar doen. En ik heb even niet lineair gerekend. 400.000 woningen per jaar. Ziet u de opgave? 400.000. Conclusie, het wordt 10 keer sneller. 10 keer sneller. En daar gaat u vanavond ook mee beginnen. Want nu zoom ik even in op uw mooie gemeente. Drimmelen. De voorbeelden om je heen die zijn. Ik vind zelf Tilburg een prachtige gemeente die veel duurzame dingen doet. Breda, Nijmegen. Nou, wat is de opgave? Even 4 hoofdopgaven. Wonen, vervoer, voeding, bedrijvigheid. De belangrijkste opgave is woningen. Gebouwen, woningen, bedrijvigheid. Ik heb even zitten rekenen de afgelopen dagen. Ik kom tot iets minder dan 12.000 woningen hier in Drimmen. 12.000. We kunnen zorgen dat er over 10 jaar 12.000 woningen zonder energierekening zijn. Daar moeten we in investeren. Grofweg dacht ik 30% huur, 70% koop. In 10 jaar maken we die energie neutraal. Dat zijn dus, hè, als je kijkt naar 12.000 woningen, gemiddeld 1200 per jaar. We beginnen met 250, dan verdubbelen we het weer. Technisch kan het. Hoe we het moeten doen, weten we. We hebben al ervaring door het hele land. Groningen, Tilburg, Arnhem, Zuid-Limburg. Ik kan u in contact brengen met de stroomversnelling. Daar ben ik ambassadeur van. Ik stel voor dat we in deze kerk een kantoortje openen van de stroomversnelling. En we gaan Drimmelen in 10 jaar tijd van het gas afhalen. En zo begon ik dus ook. Ik kom niet eerder terug dan dat u daarmee begonnen bent of misschien wel klaar bent. Daar ga ik u toe uitdagen. Het levert namelijk ook 500 banen per jaar op. 500 banen per jaar. Zonne-energie, nou dat is evident. Er zijn steeds meer plannen voor grote zonneparken in Nederland. Het wordt steeds populairder. De ruimte gaat er wel anders uitzien. Maar als u door Duitsland rijdt met de auto, ziet u het al. Daar zie je heel veel windmolens en je ziet nog meer zonnevelden. Ik zei al, 8 hectare, dat is ongeveer 1 windmolen, 32 hectare, 4. Dat zijn goede voorbeelden in Gelderland en Emmen. En ik begrijp dat u ook plannen heeft om dat te doen. Ik zou u willen aansporen om dat te realiseren. Dat geeft ook een nieuwe identiteit. Je kunt daar trots op zijn, op die zonneparken. Wij zijn bezig, ook met Urgenda, wat ik ooit heb opgericht 10 jaar geleden, om massaal scholen te voorzien van zonnedaken. Er zijn bedrijven die dat voor u regelen. Ik kan u in contact brengen met deze ondernemer, Ruby M. Anders, binnen een week geregeld. Er is zelfs subsidie voor. Ik weet niet hoeveel scholen u onder uw hoede heeft in de gemeente van Drimmen. Maar we kunnen dat zo regelen. Geen enkel probleem. Bedrijventerreinen. Tegenwoordig kan er heel veel van elkaars restwarmte, restproducten gebruik maken. Je kan
LED-verlichting gebruiken, energie-neutrale of zuinige gebouwen. In 5 jaar terugverdiend. Meest duurzame bedrijventerrein in Nederland, ABC, staat in het Westland. Kunt u zo een kijkje? Alles is al bedacht, dames. U hoeft nooit meer iets uit te vinden. Alles wat er is, dat is al bedacht voor u. Dus als ik die hoofdopgave even terugbreng tot de essentie, dan ziet u, we hebben doorbraakprojecten nodig in Drimmen op het gebied van duurzaam wonen, duurzame gebouwen, duurzaam vervoer. In heel Nederland zie je dat bussen elektrisch worden. Waterstof is een tweede lijn, maar elektrisch. Maastricht heeft ze al, Eindhoven krijgt ze, zelfs de Waddeneilanden. Ik weet niet hoeveel bussen hier rijden. Binnen 2 jaar kunnen we die elektrisch maken. Nou, dames en heren, er zijn geen excuses meer. U gaat eigenlijk ook niet zeggen ja maar naar dit verhaal. Want ik kom overal. Volgende week sta ik weer in Zuidoost-Groningen, in Hoorn. Overal leeft het. Ieder dorp is ermee bezig, iedere gemeente. Er zijn geen excuses meer. Alles is al bedacht voor u. Dus we zitten ook niet meer in de fase van experimenten. We zitten in de fase van opschalen. Technisch kan het al. Hoe maken we meters? Nou ja, kijk, we maken geen meters met een breed draagvlak, met regiegroepen, stuurgroepen. Als je dingen wil vertragen, moet je klankbordgroepen oprichten. Dan moet je een protocol gaan tekenen. Ja, ik ken dat soort akkoorden. Dan wordt er champagne gegeven en daarna gebeurt er heel weinig. Je moet een kleine groep mensen aan het werk zetten. 5 mensen met kennis van zaken die het ongewoon gaan doen. Geef ze mentale en organisatorische ruimte vanuit een smal en diep draagvlak. Ook vanavond zullen er mensen zijn die zeggen, ik heb er niks mee, ik zie er niks in. Ja, die mensen, je hebt ook mensen die denken dat de aarde plat is, nog steeds. Je hebt ook mensen die geloven in de klimaatverandering. Nou, veel succes. Ik ben er 30 jaar geleden op afgestudeerd en gepromoveerd. En ik kreeg geen cum laude, omdat ze zeiden, misschien blijkt over 30 jaar dat het geen probleem is. Chapeau. Mijn hele kelder staat vol met flessen whisky die ik heb gewonnen. Dus alles is er al, dames en heren. U hoeft niks meer te bedenken of uit te vinden. U hoeft zich alleen maar te concentreren op het hoe. Hoe dan? Nou, en ik wilde afronden met deze zin. Als u zegt ja maar, denk dan even aan deze zin. Iedereen zei dat het onmogelijk was. Totdat er iemand langs kwam die dat niet wist. En dat was ik vanavond. Dank u wel. Jan de Hopmans. En gelukkig heb ik geen whisky, maar ik heb Antonius Abtwijn. Nou, hele speciale wijn. Heerlijk vind ik dat. Het inspirerende verhaal. Maar ik denk dat we hier in, met name in Terijn al heel goed bezig zijn met het Thrijs-energie-productief. Ja, heb ik ook gehoord. Heb ik ook. Absoluut, ja. Absoluut. Ik slaap overnacht niet meer op. Ik ga heerlijk slapen. Dan is het gelukkig. Dank u wel. Ik loop hier nog wel even rond, dus als mensen vragen, dan kunnen ze. Dankjewel. Heer Jan Hopmans.